Hoe moest je nou eigenlijk shuffelen? Oh. Rustig. Hoe moet je nou shuffelen? Hoe moet je nou eigenlijk shuffelen? Hoe de fuck moet je shuffelen? Hoe moet je nou 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 shuffelen? Maar als je wil weten hoe je moet shuffelen, je moet je benen in de lucht gooien en dan af en toe de grond raken. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Jesper. En ik ben Rick. En vandaag ben ik Jesper. En ik ben Rick. Maar vandaag gaan we jullie leren hoe we gaan shuffelen. Want iedereen vraagt al overal waar we zijn. Overal waar we heen gaan. Overal waar we gaan. Ja, oh, sorry man. Oké, maar jullie hebben dus even gevraagd hoe wij de shuffelen. Oei. Ja, en dat gaan wij nu even uitleggen. Dat dus is de dag vandaag. Go! Niet doen, nee! Sorry man. Nou, met zulke schoenen zou ik maar gaan shuffelen. Poot naar voren en dan draaien. Oké mensen, nu ga ik jullie de basis uitleggen. Oké, je hebt dus drie stappen. 1, 2, 3. En de basis heb je nodig voor alle tricks die we dadelijk ook nog uit gaan leggen. Stap 1. Doe het zo. Je zet je voet, je rechtervoet, zet je voor. Heb ik rechts voor en links achter op plek 3. Dan trek ik mijn alles naar de midden. Alleen mijn rechtervoet blijft op de grond en mijn linkervoet gaat de lucht in. Zo. Dus als je niet ziet, staat mijn rechtervoet op de grond op nummer 2. Stap 2. Gaat mijn linkervoet naar voor, naar nummer 1. En mijn rechtervoet naar nummer 3. Zo. Dat is de shuffle. Stap 3. En dan moet je doorgaan. Dus nu andersom. Nu heb je links naar nummer 2. En rechts omhoog. En dan naar 3 en 1. En door. Blijf het herhalen. En dan kun je het tempo steeds opvoeren. Hey, is rustig meneer. En dan voel je het tempo op. Dat is je shuffle. Dat was het. Oké mensen, als jullie die kunnen, dat is dus de basis. Die moet je goed onder de knie hebben. Nu gaan we beginnen met de eerste trick. Het is ook handig om de video op slow motion te zetten. Oké, de eerste trick die ik jullie ga oefenen is de knockback double. Dus het is gewoon zo. Ik zal hem één keer zo voordoen voor jullie. Het is dus eigenlijk gewoon een beetje herhalen van één stap. Stop! Hey! Hoe de fuck ga ik dit doen? En als het niet echt voor me komt, gewoon bij de normale shuffle uit met rechts achter. Stop! 2. Je doet gewoon normaal weer linkervoet op 2 en deze weer omhoog. Dan in plaats van rechts weer voor te zetten, zet je hem nou achteruit en de linkse weer naar nummer 1. En vervolgens ga je gewoon weer door met het herhalen van de basis. Oké, ik ga jullie nu het hupje uitleggen. De hupje is ook een trick. Ik zal het even voordoen. Dus je begint zo zeg maar met de basis. Dat is gewoon
pas je het hupje toe. Dat was het hupje. Nu gaan we dat stap voor stap. Stap voor stap uitleggen. Dan gaan we stap voor stap uit. Hoe dat moet. Oké, het hupje is dus gewoon. Je begint met de basis. En wanneer rechts voor staat, op nummer 1, spring je eigenlijk en dan wissel je om. Dus je skipt gewoon een hele opdracht. Ja, en dan ga je gewoon weer. Dus, dat is het hupje eigenlijk al. En dan shuffle je gewoon door. Maar het belangrijkste is dus dat je de basis goed onder de knie hebt. En dan kun je de tricks toepassen. Ja. Oh ja. Vinger eraf. Oké, nu ga ik de andere trick uitleggen. Dat is de twister. Dat is zeg maar gewoon de draai. Gewoon de draai en het shuffle ik zo een keer gewoon. Dan ga je eigenlijk gewoon de andere kant op. Voilà. Zie je deze dingen? Ja, die zie ik. Die heb je nog even nieuw. Wat? Je gaat gewoon shuffelen. En zodra je zo bent, rechts gewoon weer, en je deze omhoog doet, zet je deze neer echt op je hak. Ik weet niet waarom, maar je zet hem gewoon op je hak neer. En je draait al een beetje met je heupjes. Ja, dus je komt een klein beetje zo. Dan ga je eigenlijk gewoon door, maar met het draai eigenlijk. Zo. En deze moet je dan weer naar achter zetten. En dan doe je dan die andere kant. Zo. En dan ga je hier weer verder. Ik weet het, dus heel vaak uitgelegd allemaal, maar je moet gewoon vaak oefenen. En dan kom je nou wel uit. Gek op hen doen. Oké, nu gaan we de woogie boogie trick doen. De woogie boogie, dat is dus. Die plankjes hebben we niet nodig. Niet nodig, weg ermee. Niet nodig, weg. Niet nodig, weg ermee. Wat in die gegeven? Oké, deze trick is voor 5 star skill moves. Dus deze is echt voor gevorderde mensen. Dus niet voor mensen die het niet kunnen. Want dan gewoon een ja. Ja, gewoon een beetje kieken is allemaal. Ja. Ben je nou de bloemenmol? Hallo. Nee. Deze is echt gewoon niet uit te leggen. Nee, jawel. Shuffle dus gewoon weer normaal. En wanneer rechts achter staat, trek je links zo. En dan schop je je rechterbeen weer naar achter. Dus je doet hem nou niet naar voor, maar je schopt hem naar achter. En dan schop je hem naar voor. En dan schop je hem weer zo. Ja, een moeilijke trick is dit. We zullen nog even een dikke slow motion in beeld laten komen. Dit is gewoon echt een trick die je heel vaak moet doen. Ik heb een scheetje gedaan. ja, en dan heb je die trick gewoon onder de elleboog. Wat je doet. Hier. Voor de diefkes. Oké mensen, we gaan nou nog één keer shuffelen. Gewoon wat mooie shotjes van jullie. Want ik weet dat jullie ervan genieten. Dus dat gaat een leuke voelen. Ja. Holy man. Oké, en show mijn piepke. Daarom heb ik dus een paddle. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Nee, Nino. Ja, dit was de shift tutorial. Vonden jullie dus? Zou ik even vragen of jullie geholpen heeft? Als het niet geholpen heeft, kijk deze video nog maar 10.000 keer. Ja, dan krijgen we je geld. En laat spam alle reacties maar vol als je kan. En laat een like achter. En abonneer. Dat is echt leuk, want we hebben bijna 100k. Ja, als we 100k hebben, moeten jullie even laten weten wat we moeten doen. Gewoon meer gewoon voor een draai. Gewoon bijna voor een draai. Oké, bedankt voor het kijken in deze video en later!